Zeer goedemorgen allemaal. Welkom weer al op een gloednieuwe vlog. Vandaag gaat het niet zo'n extreme lange vlog zijn. Ik moet ook subiet nog gaan werken. Maar ik ben ook al voor jullie allemaal aan het werken. Ik ga jullie even neerzetten. Voilà. Ik ben voor jullie ook al aan het werken. Ik ben de vlog van gisteren aan het online gooien op YouTube. Maar daar is redelijk wat veranderd nu, ook in die YouTube studio. Dus nu moet ik dat ook een klein beetje weer gaan wennen. Want er is iets geunlocked bij ons. En daar ben ik wel heel blij, omdat ik daar echt heb voor moeten strijden. Hier, voilà. Een hele lange vlog van gisteren. Oho. Ik heb toch wel mijn best gedaan dus om een hele mooie content zien te vinden. En het is ook mij gelukt. Daar ben ik dus ook echt heel dankbaar voor. Ik zal ook de straatnamen erbij zetten, ook in de beschrijving, waar ik heb gefilmd van die Kerstfeerstraat. Dat is ook wel iets heel leuks als ik dat in de beschrijving zet. Allee, ik heb nog een en ander wat te doen dan. Goed, allee, ik zie u zelfs allemaal terug, want ik moet nog zelfs nog gaan werken. En, jawel, ik ga het opnieuw eens proberen nog een keer een timeslapje te maken van hieruit. Richting eerst uit de Q&A. Sorry, ik heb sigaretjes nodig. Ik weet het, is ongezond. Ik weet het, is ongezond. Ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar, en dan van de Panos. Kijk op, ik zet het daar even aan op pauze. En dan van de Panos richting de Globachem. Ja, Globachem film ik dan. Nog één dag en een half werken en dan zit het erop voor mij. Joepie. Allee, ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks terug en veel plezier met de timeslap. Aangekomen, ga ik stelkens af aan beginnen klaar te maken voor gaan te werken. Ik dacht dat ik verkeerde schoenen aan had, maar dat is niet. Even mijn rugzak nemen, eerst mijn eten al in. Dus daar kan ik ook beginnen. Safety first, mondmasker aan, toppie. Ik hoop dat jullie hebben genoten van het timeslapje. En jawel, we gaan het toch weer al er tegenaan. Ik hoop dat jullie echt hebben genoten van de vlog van gisteren. Want het is een grote upload ook geweest van 12 gigabyte. Dus ik hoop dat je er echt hebt van genoten. Maar ik ga ook proberen zo weinig mogelijk nog hier zo in mijn bulletje te filmen. Daar ga ik zeker op letten. Goed, allez, salutjes. Hallo, en nu ga ik werken. Kijkers, kijkers wie bij mij is Hallo. Toegevoegd. Hoi, hoi, schatje, alles goed? Dat gaat, maar goed, ja. Ja, goed en niet goed, hè. Ja. Goed dat het dus ons terug moet gaan, maar niet goed dat het met mijn ziek zijn. Hè? Dat is ook wel waar. En je hebt mij ook vandaag jaloers gemaakt, hè? Ja. En nu gaan de kijkers vragen, en waarom heeft Bea u jaloers gemaakt? Heeft hij iets fout gedaan? Nee, die heeft niks fout gedaan. Ze heeft iets gekregen. Ik heb mijn nagels laten doen, ik heb een rugmassage gehad op het dagcentrum. Zo, je hebt zo'n zitstoel, gelijk een zetel eigenlijk, en ja. Dan voor de rug. En dat was een massage voor de rug.
En dan heb ik een voetbad gehad en ja. En een tattoo, maar ja, geen echte, hè. Ja. Dat was een watertattoo. Kunt u ook laten zien, hè? Denk ik. En het is kijken als jullie het zien. ISR, voilà. Schoon, hè, mensen? Ik vind van wel. Ja? Ja? Ik vond het ook, anders had ik het niet genomen. Maar zij aan een kruisbeen daar zegt ze: ja, schatje, ik heb dit, ik heb dat, ik heb dit gekregen van het dagcentrum. En dan zo in één keer. En ook een echte tatoeage. En ik in één keer: what? Het is een grapje. Ja, daar had ze mij echt even goed liggen. Maar schat, jij mocht wel een echte tattoo zetten als je wilt. Ja, maar ik weet dan niet welke tattoo. En na een paar maanden wil je dan weer alles iets anders, zeker? Is dat zoiets? Ja, dat is net zo met nepnagels. Okay. Met gelnagels. Ik heb dat met gelnagels zo veel gehad, dat mijn nagels zijn afgeplokkeld. Als je een gel nagellak te vaak doet, dan kan je nagels afbreken. Mm. En dat heb ik voor gehad met mijn nagels. Dus daarom doe ik dat nu minder. Of niet, maar ja. Dat is zo'n verslaving die je dan ineens krijgt. We zijn nu 30 km per uur aan het rijden. En hoeveel mag je hier rijden? 50. Maar daar rijdt een tractor, denk ik, voor. Dat zou goed kunnen. En mensen, jullie waren heel goed verlicht. En zichtbaar. Verlicht niet, maar wel zichtbaar. Met een fluorfestje aan. Ja, daar is een tractor voor. Ik zag een lampje flikkeren. Oké. En mensen, sorry dat ik zo... Nee, dat is een bulldozer. Ja, ik zag een lampje flikkeren. Ik zag de apparaat nog niet. Dus ik zei, die een gokje. Amai, hoeveel tijd heb jij nodig om in te slaan? Ja, vrachtwagens zijn heel traag met inslaan. Blijkbaar. Allee, sommige. Niet allemaal, maar sommige. Ja, en dan zitten we terug achter de bulldozer. Oh. Yippie. Wat? Zag je dat niet, wat die rode auto deed? Nee. Die ging een beetje over de lijnen toen er een auto tegenkomen was. Ah, ja. Dat was al, die was bijna raak, ook al van. Ja, die bulldozer is op stap. En die is ook weer goed verlicht. Ja. Oh, wauw, ja. Ja, je kunt niet voorbij steken, hè, rode nattokken. En mij ook niet. Ah ja, ik doe dat niet, hoor. Zo twee voertuigen in één keer voorbij steken. Dat doe ik niet aan mee. Want ik vind dat veel te, maar ook veel te gevaarlijk. Niet alleen ik breng mij dan mijn eigen in gevaar. Maar bijvoorbeeld als zij erbij is, dan breng ik ook haar in gevaar. Plus dan nog eens de tegenligger. Plus de mensen die ook met jou dezelfde richting aan het uitrijden zijn. Misschien dat je tegen hem ook dan aanvliegt. Dus hebben wat respect en wacht gewoon geduldig af. Dat je één voor één kunt voorbijsteken. Zwaar, hè, schatje? Dat is heel waar. Sorry, ik ben weer aan het geven. Jij zit echt moe. Ik ben heel moe, schat. Echt waar. Heb je dat de kijkers al eigenlijk gezegd dat het goed ging tussen? Zie, zo gelijk dit, hè. Drie voertuigen. Drie, hè. Drie. En er was een tegenligger daar. Want ziet, kan je het laten zien? Ziet, hè. 3, 2, 1, hier is de tegenligger. Geen geduld.
Dus kijkers, ik hoop echt, maar ik hoop echt waar, dat er geen kijkers tussen zitten die naar mijn vlogs of zo kijken en die ook zo wild zijn op de baan. Hou je aan uw regels. En dan komen er minder en minder ongevallen. Ja, en dan zal ik eens ook eens zeggen, dus wat mijn schat heeft gezegd, zeg dat nog maar eens wat ik moet zeggen tegen de kijkers. Van ons? Nee. Jawel. Van het werk. Ah ja, van het werk, maar heb je dat al verteld tegen van ons? Van ons? Ja, ons relatie. Van die brief. Ah, van die brief, van de brief niet. Dat is tussen ons, schat. Oké. Okay. Ja, mensen, ik heb een brief gekregen van mijn schattige Bea. Ik ga gewoon schat zeggen, of schatteke, want ik zeg altijd Bea erbij. Ja. Ik weet niet hoe dat komt, dat is een automatisme, sorry. Maar ik zie u even graag. Maak je zin niet eens helemaal af, in plaats van de hele tijd te zeggen, ik zie je toch graag, of hè. Maar maak gewoon helemaal je zin af, want je blijft in herhaling vallen, wat je voor me voelt. Ja, want ik ben echt moe en dan val ik echt in de herhalingen. Oké, dus wat heb ik vandaag gedaan op het werk? Ik heb redelijk wat gedaan. Ik heb daar zelfs in de clinch gelegen met een collega. Die collega was opnieuw voor de tweede dag op rij de baas aan het spelen. Zowel over mij als over andere werknemers. En die hebben ook geklaagd bij deze. Dan, wat heb ik dan ook nog gedaan? Dat is bussen. Van 5 liter ontstickerd. Dan daar een, dus aan de bestikkerende kant, dus je moest, dat is twee kanten, een bus heeft twee kanten, een vierkantige bus. En dan, nee, rechthoekige bus is het, ja, rechthoekige bus. En dan de andere kant konden we niet aftrekken, want dat was zo goed geplakt daarop. Daar moet dan een witte etiketje over geplakt worden, dat heb ik dan ook weer gedaan. Dan moet dat nog op de band gezet worden. Dat heb ik ook gedaan. Dan moeten daar ook nog datamatrixjes opgeplakt worden als dat geprint was. Dat heb ik ook weer gedaan. En dan ook nog eens een keer opnieuw is ingetast. En dan zegt die ene people dat ik niet werk. Mm-hmm. Ik denk dat ik wel meer doe dan hem. Ik ben echt op. Ik geef dat eerlijk toe. En daarom dat ook de vlogs dan ook zo kort zijn. Als ik echt moe ben, dan kom ik gewoon praktisch eigenlijk thuis en val ik in slaap. Maar nu is de vraag, heb je de Q&A al gedaan? Ah ja, die komt binnen nu en 28 minuten online. De twee Q&A's. Ah, de twee Q&A's. Ja, en de vlog van gisteren, dus die van voor ons vandaag online komt. Zijn er twee Q&A's in verwerkt. Ah ja. Ik geloof eentje van midden deze maand en dan die van gisteren. En schatje, ik heb toch ook vandaag wel ook wel iets heel leuks binnengekregen, hè? Echt redelijk wat dingen binnengekregen, hè? Ja. Ik heb jullie subiet laten zien, als ik ergens eens even kan stilstaan, dan wil ik dat wel even eens laten zien. Ja, dus ik ga nu even op zoek gaan naar een kleine parking. Ah jawel, ik weet waar een parking is, Gender. Dus, ja, dus dat wil ik subiet ook nog aan jullie laten zien. En we gaan dan ook nog, s'avonds als we thuis zijn aangekomen, gaat mijn schattige, oh jawel, mijn douche gebruiken. Oh ja. Eigenlijk moeten ze dat ook niet weten. Ik ben dus blij dat je eens bij mij thuis is doucht. Ja. Zoals door de week. Dat heb je nog nooit gedaan. Jawel. Oh jawel, maar zelden. Zelden, ja. Zelden. Maar ik heb dat vaker door de week gedaan in de lockdown. Dat, ja, dat is weer al anders. Nee, ik heb dan ook door de week gedoucht, dus dat is niet anders. Je zegt door de week, ah wel. Ja, oké. Okay.
Ik noem dat niet anders, maar ja, als de fans denken dat dat ook anders is, dan zal ik mij dat bij neerleggen. Dan heb ik eigenlijk ook nog een vraag voor mijn fans over auto's. Dat je nu toch weer al in een auto zit en een autovlog aan het maken. Sorry daarvoor dat ik zo moe ben. Wat is jullie favoriete merk van auto's? Daar ben ik nu wel eens benieuwd naar. De mijne is een Lamborghini, waarmee dat Enzo Knol mee rondrolt. Dat is echt nu mijn droomwagen geworden. Hoor van, je hebt daar echt, waarom zie ik Enzo Knol zijn wagen graag, die van een Lamborghini? En wel, dat heeft een reden, schat. Sorry. Gezondheid en een goede tapvorm gedaan, dat is heel goed. Dus waarom? Je hebt ruimte, benenruimte om te zitten. Je zit ook hoger op de baan. Je hebt meer uitzicht op de baan. Ja, en ook wel meer functies in die wagen. Ik weet zelfs niet als die functie eigenlijk ook in Enzo Knol zijn wagen is ook eens ingebouwd. Als iemand dat kan bevestigen, ben ik daar wel echt heel blij om. Heeft u ook eigenlijk een cruise control? Laat het ook in de reacties weten. Heeft Enzo Knol een cruise control in zijn Lamborghini? Wat denk jij? Ik denk van wel. Denk maar ik weet het niet. Voor zo'n dure wagen, ik denk dat we dan toch erin zitten. Ja. Daarom dat ik, zo was ik ook aan het dierenleren. Aan het denken. Duur, dus ja. Maar dat weet je nooit zeker, hè. Voilà. En we zijn bijna op de parking aangekomen, waar ik even de cadeautjes laat zien wat is aangekomen. Het moet hier ergens zijn dat ik even aan de kant kan zetten. Nee, hier nog. Hier zo? Ja. Voilà, dat is hier aan de parking. Oké, dus kijkers, ik sta even veilig aan de kant. Zwaar, hè? Ja, ja. Waar heb ik eigenlijk alles gelegd? Ik heb die daarachter gelegd. Wacht. Heb je hem? Voel iets, ja. Is dat van Enzo? Ja, dat is van Enzo, ja. Dus... De herenparfum voor mij van Enzo Knol. Dankjewel dat die heel goed is aangekomen. Niet gebroken, in een hele goede verpakking aankomen. Dus, en ook redelijk snel. Mijn schat, laat het eens zien. Wat jij nog ook hebt gekregen. Nou, power drinkpasje. Heb je die ons boven? Nee, dat lijkt zo. Ja, dank je schat. Graag gedaan. Dan heeft mijn schat ook nog dit gekregen van Enzo Knol. Yummy, yummy. Wat yummy, yummy, yummy. Lekker geurtje waarschijnlijk, hè? Ah, dat weer wel. Dat bedoel ik met yummy, yummy. Enzo Knol heeft meestal goede smaak, dus. En als je te goed kijkt, op die etiketjes zitten ook zo van die... Dat had ik nog niet door. Ah, cool. Echt, op die etiket staan ook logos, als jullie het te goed kunnen zien. Misschien niet, ik weet het niet. Maar dit is een shower farm. Dus, ziet, met zo'n ding, kopje. Zo heb ik er dus dan 2. Dan, waar is die een andere? Dat weet ik niet. Die heb jij weggelegd. Ah ja. Dan is het spelletje van B&T ook aangekomen. Deze speel ik echt, maar echt kei graag. Awel, B&T, dankjewel om deze voor mij aan te schaffen. Ik ben er echt heel blij om. En ik ga het gewoon kapot spelen. Sorry schat, ik ga dat kapot spelen. Opnieuw. Ja, maar dat kun je toch opnieuw spelen, hè? Ja. Dus waarom zeg je dat zo, schat? Ik weet dat niet. En wat ook nog leuker daarvan al is, er zit een boekje bij. Daar zit er soms, als je dat bij iemand bestelt of zo, tweedehands of zo, zit soms de bijsluiter er niet bij.
Maar wel, één ding vind ik wel jammer. Is die net kapot gegaan? Nee, die is zo aangekomen. Ik weet niet als het doosker al kapot was voordat het verzonden werd. Ik weet het niet. Maar dat vind ik wel even een minpunt. Maar voor de rest is het helemaal ook echt heel goed aangekomen. Weet je wat we ook nog niet hebben opgelet? Ja. De achterkant. Ja, dus bovenkant is wel schoon. De bovenkant is echt heel schoon. Ik zie geen diepe kretsen erin. Nee. Oh. Dus echt, ik vind dat nog altijd zo geweldig, hè? Zwarte cd's. Echt waar. En je ziet mij erop en nu. Ziet je dat? Ziet je dat? Nee, dat is echt waar. Dankjewel BRMT voor het te laten komen. Ik had nooit verwacht. Ik had het echt opnieuw weer al niet verwacht, hè, van u. Echt waar. Ik dacht, oh, dus voor de maling aan het nemen, voor de grap of zo. Maar nee, het is echt aangekomen. Ik ben wel er echt heel blij om. En nu gaan we ons tocht verder zetten. Ja. Maar, mensen, nu hebben jullie toch redelijk nog wat gebabbel gehoord. Gepraat tussen, ook tussen ons en al. Het gaat terug redelijk goed tussen ons. En ik ben er nog altijd aan het werken. Ik ook. Zij ook. En dan, zien we iedereen terug morgen in een nieuwe vlog. Blauw duimpje omhoog doen. Vergeet hieronder niet te abonneren en op de bel te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer een video online komt. Dat mag je ook doen, maar ik wil je even helpen. En een livestream ofwel een gaming movie. Ja, dat was ik nog vergeten. Maar we hebben het nu samen afgerond. Hoe leuk is dat? Dat is echt heel leuk. Mensen, doei doei.